Organisaties hebben in deze periode best wel uitdagingen. Ze moeten letten op de centjes. Hè. Dus kostenbeheersing is een belangrijk thema. Efficiënt werken dus. En aan de andere kant die klantfocus erbij houden. Dus de dienstverlening aan klanten op orde te houden. En daarvoor wordt er op dit moment veel gereorganiseerd. En dat grijpt in de organisatie. Onze organisatie heet Andersom. Andersom staat voor mensgerichte organisatieontwikkeling. Dus wij helpen mensen zich verbinden met resultaten. We zijn veel bezig met mensen helpen zich verbinden met nieuwe werkwijzen en nieuwe processen. Dan gaat het over efficiënt werken. En anderzijds zijn we ook veel bezig met vraagstukken rondom digitalisering. Dat heeft ook alles te maken met op een andere manier werken. Dus mensen moeten dan een nieuwe werkwijze en nieuw systeem omarmen. En wij helpen daarbij. Alliantie is een woningcoöperatie in de noordelijke deel van Randstad. En is verantwoordelijk voor het verhuren van 60.000 woningen in dat gebied. Wij dragen zorg voor de automatisering. Zorg dragen voor het feit dat 650 medewerkers binnen de Alliantie hun dagelijkse werk kunnen doen met alle applicaties die daarvoor noodzakelijk zijn. Er is met name op dit moment een grote verhandelslag aan de gang. Alliantie heeft ingezet op digitalisering een anderhalf jaar terug. We hebben besloten om een volledig nieuw applicatielandschap neer te zetten. We hebben de firma Andersom ook benaderd om ons te helpen in dat hele traject. Dat is een forse optimalisatieslag gemaakt met betrekking tot alle interne processen bij de organisatie. Daar zijn de betreffende applicaties die ertoe moeten bijdragen om de mensen intern binnen de Alliantie, maar ook in het veld, hun werkzaamheden te laten doen, die worden op dit moment vormgegeven. We hebben ervoor gezorgd dat medewerkers een platform hadden van hoe kunnen wij onze vragen en onze zorgen die we hebben over dat nieuwe proces, want die waren er wel degelijk. Wat kunnen we daar nou mee doen? Dus we hebben workshops gehouden. In eerste instantie om op te halen van nou, wat willen jullie nou? Hoe zien jullie nu het nieuwe mutatieproces? Wat is voor jullie belangrijk? Wat denken jullie dat onze klanten belangrijk vinden? Dus daardoor hadden we een heel mooie basis om dat verder uit te werken. Organisaties moeten innoveren, vernieuwen, aansluiten bij de behoeften van de wereld om zich heen die continu verandert. En dat kan ons inziens alleen maar met een heel hecht team. Dat mensen zich trots voelen en veilig voelen bij de organisatie waar ze voor gaan. En dat ze dat ook enorm positief uitdragen. En ik denk dat we in deze tijd alleen maar succesvol kunnen zijn als we ook echt oprecht samenwerken. Veel kennis delen, informatie uitwisselen en samen groeien. Succesvolle verandertrajecten die eindigen en beginnen met een scherp doel. Waartoe veranderen wij? Wat willen we bereiken met de verandering die we voor ogen hebben als organisatie? Het management geeft daarin het voorbeeld en medewerkers moeten de ruimte krijgen om te volgen. Mensen willen best wel veranderen, maar niet veranderd worden. Het is belangrijk dat er ruimte is om samen te ontwikkelen. En de laatste succesfactor is wel dat mensen samen kunnen groeien. En dat zijn de randvoorwaarden voor een succesvol verandertraject.